Dames en heren, jongens en meisjes, videomensen, het is weer zover. Het is weer zover. Ik ben ingebroken in de Minecraft server van Duncan, jongens. Hij heeft gereageerd op mijn inbraak. En hij heeft eigenlijk vrij snel alle spulletjes teruggevonden. Ik heb ook jullie comments gelezen onder mijn video en onder die van Duncan. En jullie vonden die zo leuk. Omdat Duncan lekker aan het survival is. En dat moeten we respecteren, jongens. En daarom gaan we in deze aflevering helemaal niks doen. Dat is natuurlijk een leugen, want wij gaan inbreken in de Minecraft survival server van Duncan. Ja, dames en heren, we gaan het gewoon nog een keertje doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival, waarin we inbreken in de Minecraft Survival. Ik heb ze cactus gepakt. Hell yeah, jongens. We gaan in deze aflevering weer spullen pakken en verstoppen, zoals we dat de vorige keer gedaan hebben. Maar nu gaan we het nog beter doen. Want ik heb een idee. Duncan heeft zo te zien. Ik ben even teruggekomen in zijn wereld. Hij heeft zijn ding gerepaired. Nou, niet helemaal. Er missen nog een aantal glass panes. Maar het gaat erg ver door. Dus wat nou als we bovenop die glazen toren een kleine base bouwen en daar een heel mooi cadeautje voor Duncan neerzetten. En in dat cadeautje natuurlijk zijn prachtige, goede vriend de Axolotl gaan verstoppen. En over cadeautjes gesproken, dames en heren. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Xiaomi. Joost in de Xiaomi studio, vertel me meer over cadeautjes. Haha, ik onderbreek deze video eventjes, want ik heb een mooie doos. Net zoals in het spelletje heb ik hier ook een cadeautje. Die wij aanstaande vrijdag gaan openmaken bij de stream op het kanaal van Xiaomi. Druk op het linkje in de beschrijving en deze doos is misschien wel voor jou. Want we geven heel veel cadeautjes weg en heel veel kortingscodes. Het wordt geweldig. Aanstaande vrijdag 26 november op het YouTube kanaal van Xiaomi. Linkje in de beschrijving. Samen met mijn co-host Rudy, die er dan wel bij is. Veel plezier! Wauw! Ik hoop dat jij er ook bij bent vrijdag. Dat is morgen. Wauw! Ik hoop dat jij er morgen ook bij bent bij de Xiaomi stream op het YouTube-kanaal van Xiaomi. Link in de beschrijving. We gaan heel veel toffe cadeautjes weggeven. Goed, laten we nu verder gaan met Minecraft en inbreken in Duncan's base. Ik ga eventjes lekker wat spulletjes pakken. Is dit al zijn spul namelijk? Want ik wil eigenlijk een elytra hebben, een elytraatje. Ik wil een elytraatje hebben, zodat ik daar naar boven kan vliegen. Ik neem ook even wat vuurwerk mee. Zal ik al zijn vuurwerk... Nee, we doen niet al zijn vuurwerk, want Duncan is aan het survivalen, jongens. We moeten hem wel gewoon lekker zijn survival laten doen. Ik had al mijn armor natuurlijk weer verstopt in die base. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ik heb de video gezien, Duncan's reactievideo's. Ik weet dat hij het hele huis heeft gesloopt. Maar ik ben benieuwd of hij nog wat achter heeft gelaten daarom. Op die plek waar ik dat huisje had gebouwd. Volgens mij heeft hij hier wel een nieuw huis gemaakt. Stond dit ding de vorige keer ook al? Dit gebouw hier al? Ik heb echt zo'n slecht geheugen. What up? Is dit nieuw? Nee, volgens mij stond deze er wel al. Oh. Mijn huis. Mijn huis is weg en de chest is leeg. De item frame is nog wel. Nou, laten we die gewoon meenemen. En de chest ook. Dit wordt Duncan's cadeautje, jongens. Dit wordt Duncan's cadeautje. Gewoon dezelfde chest. Maar mijn eerste taak voor deze video is dus eventjes een elytra vinden. Duncan, heb jij ergens een elytraatje, jongen, voor me? Die ik even kan lenen. En dan kunnen wij in ieder geval daar bovenop komen. Want dat is wel handig. Misschien dat deze mak... Verkoop jij elytra's? Nee. Hey, dit is allemaal wel mooi arm. Ik doe wel even een hoedje op. Kan ik een hoedje opdoen? Gast, ik wil gewoon even je hoedje pakken. Dank je. Zo, top. Is dat nieuw? Ik weet niet meer. Er is wel wat veranderd hier op de server. Duncan is hier wel bezig geweest, maar ik zoek gewoon. Ik heb maar één doel. Eén doel. En dat is de elytra vinden van Duncan. Ik zit te denken, misschien is het wel in dit huis. Zou hij daar zijn spulletjes in bewaren? Want we hebben daar, dat is natuurlijk zijn hele item storage. Maar ik heb het gevoel dat hij nog een tweede item storage heeft of zo. Waar hij zijn zooi in bewaart. I don't know about it. Ik ga wel eventjes mijn tools upgraden. Even deze pakken. Of deze iets sterkere tools. Zo, dat is mooi. Aha! Elytra's! I have found you! Yes! Waarom zetten ze in deze kist? Wat is dit voor kist, Duncan? Dit is een furnace. Waarom zit... Oké, weet je wat? Ik moet geen vragen stellen. Ik heb mijn elytra, ik heb mijn vuurwerkjes. I'm a happy man. Wij moeten daar naar boven toe. Hebben wij genoeg blokjes om wat te bouwen? We hebben flink wat blokjes in ons inventory. Nou is het de vraag, kan ik landen op die enorme slinger die hij hier heeft gebouwd? Even kijken. Moet even een plankje pakken en dan... Oh, dit is perfect. Nou moeten wij op dat plankje landen. Ik heb natuurlijk zieke elytra skills. Oh, ik heb echt zieke elytra skills, joh. Moet je eens kijken. Ik ben de beste elytra vlieger in de wereld. Wow, there we go, boys in gills. Oh nee, wacht, dit moeten we niet doen. Dan blokkeren we de straal. Laten we vooral de straal niet blokkeren. Want dan ziet hij letterlijk wat er gebouwd is. Ik denk dat hij dit ook niet zo heel moeilijk gaat vinden, om heel eerlijk te zijn. Het is letterlijk een enorm bruin huis vliegend in de lucht. Het gaat niet heel moeilijk zijn voor Duncan om dit te kunnen vinden. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het leuk om een skyhuisje te bouwen, jongens. En dit is mijn skyhuisje. Oké, het is niet heel groot, maar het moet groot genoeg zijn om er een chestje in te plaatsen. Ik denk dat het meer een platform moet. Het is meer een platform dan een chest.
whatever. Chest, daar is die. Hoezee, we found the chest. Oké, en nou moeten wij in de chest... wat gaan we in de chest verstoppen? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, natuurlijk, in de chest verstoppen wij natuurlijk die prachtige mooie axolotl waarvan ik de naam ben vergeten. Hij staat ergens daar in het aquarium, denk ik. En gaan we hier ook nog meer valuables in verstoppen? Waarschijnlijk niet. Het gaat mij meer om die axolotl, jongens. De axolotl is important. Hij is daar. We hebben natuurlijk ook weer genoeg iron om een bucketje te craften. Dat is helemaal goed. Dat had ik natuurlijk bij me. Een bucketje craften. Oh yeah, bucketje. Daar gaan we. Wee! Oh, ik ben zo blij dat ik even een elytra heb gevonden. Het scheelt zoveel gezanik. We kunnen nou gewoon lekker snel die map over van Duncan. Moeten we wel opletten dat hij niet stuk gaat. Alhoewel, poeien. We zijn aan het inbreken, gast. Als er iets stuk gaat, dan is dat gewoon part of the inbreak. Weet je wel, dat moet niet uitmaken. Oké, waar is die? Frans, hoe heette die ook weer? Bernard. Hij heette Bernard. Ja, Bernard. Mijn man. Hij is weer te pakken. Lekker, Bernardje. Jij gaat naar je nieuwe habitat. Ja, hoe sick is het trouwens? Als we in plaats van een huisje daar een aquarium bouwen. Ik heb een idee, jongens. Ik heb ineens een idee. Wij gaan een aquarium in de sky bouwen voor Bernard. Dat maakt het een stuk kutter. Om hem dan weer naar beneden te krijgen voor Duncan. Oké, ik heb 2 buckets of water. Ik heb 64 bluestained glass gevonden in zijn basis. Dus let's go. Oh, wat een goed idee dit ook weer, joh. Wat een goed idee. Heel leuk dit. Dit wordt helemaal gezellig. Oké, we gaan landen op het platform. Als de pro... Ja, kan je jezelf een skater noemen? Ik vind mezelf eigenlijk wel een beetje een skater. Als de pro-skaters die we zijn. Laten we hem gewoon even 1 wijder maken. Like this. Ik weet dat je het dan wel volledig kan zien vanaf beneden. Maar het is fijn, oké? Het is fijn. Hij kan het toch wel zien. Misschien dat we het... Oh, misschien dat we uiteindelijk het hout gaan breken. Dat is slim. Want het hout is juist het opvallendst. Dat zie je echt meteen. Maar blue stained glass, dat zie je een stuk minder. Want dat is letterlijk de kleur van de sky. Jones, wat ben je ook weer een genie. Duncan gaat dit nooit aanzien komen. Oké, anyways. Dit breken we dan weer af. Dat hebben we niet meer nodig. En we kunnen het letterlijk dichtmaken zo. Want het boeit niet, want nu gaat de straal er alsnog doorheen. Oh my god. We are the smartest in the world. Wat minder smart is dat ik dit nog niet heb weggehaald. Maar dat kan ik niet wel even doen. En hoppakee. Nou gaat hij dit ga je bijna niet zien van bovenaf. Joh. Oh, wat top. Ja, dit wordt een heel mooi aquariumpje voor Bernard, joh. Bernard in the sky. Bernard in the sky. Kunnen die hier zombies spawnen? Want het wordt donker. Ik denk het niet, toch? Ik denk niet dat het mogelijk is voor zombies om te spawnen op een aquarium in the sky. Oh, nee! Mijn glas! Het is op! Chips, ik heb meer glas nodig. A few moments later. Lekker slapen in Duncan's bed. Oh. Duncan, je maakt je bedje altijd wel lekker op. Dat moet ik zeggen. En moet ik even zeggen, vind ik netjes van je. Lekker goed opgemaakt bedje. Slaapt goed. Lekker matrasje. Heel nice. Goed, dankjewel dat we daar gebruik van mochten maken. Blue stained glass. Je hebt nog 13 blue stained glass. Dat is niet zoveel, Unken. Misschien moeten we even een ander kleurtje gebruiken waar je ook nog heel veel van hebt. Oh, hij heeft alleen maar van die paints. Ik wil helemaal geen paints. Ik wil gewoon blonken. Cyaan kunnen we nog. Oké, we kunnen nog wat cyaan meenemen. En misschien nog wat purple stained glass. It's fine, I guess. We mixen het wel een beetje op, oké? We mixen het wel een beetje op. Ik hoop dat dit genoeg is. We gaan het zien. En nou maken we hem dus dicht. Even kijken, dus zo. Floepsie, floepsie. Brokey wokey. Oké, there we go. Dit is prachtig. Nou moeten we dit vullen met water. Even kijken, we kunnen eventjes hier een infinite water source naast maken. Dat breek ik dan wel weer. Infinite water source equals mate. En hoppakee, dat is top. Nou kunnen we dit ding even vullen met water. Ik moet zeggen, met mijn 2 buckets is dit best wel een pokkenklus om te doen. Maar het komt goed, jongens. Alles voor Bernard. Bernard moet gewoon een mooi habitat hebben. Een lekker habitatje waar hij lekker kan zwemmen. Eenzaam en ver weg van zijn vrienden. Maar wel van glas, zodat hij wel vanaf hier nog naar zijn vriendjes kan kijken. Daar beneden in het aquarium. Dat is gewoon goed voor Bernard. We zijn goed voor Bernard, jongens. We zijn helemaal geen kwaadaardige inbrekers. We zijn goedaardige inbrekers. Volgens mij is het nou klaar, hè? Het ziet er heel top uit, dit. Misschien dat daar in het hoekje nog even eentje moet. Oké, dat doet niet veel. Ik denk dat we het gewoon dicht moeten maken. Bernardje, jongen. Het is tijd voor jouw nieuwe habitat. Geniet ervan. Oh, kijk hem zwemmen. Wat een blij goochem is het ook, joh. Wat een blij goochem. Oh, Duncan. Je gaat dit zo leuk vinden, joh. Hoe gaan we dit water weghalen? Oh, wacht. We kunnen het gewoon vullen met blokken. Let's break all the blongs. Yeah. Ik ben benieuwd of je dit echt van bovenaf kan zien. Ik vraag het me af. En daar is Bernard, joh. Kijk hem zwemmen in zijn nieuwe habitat in the sky. Het lijkt me wel leuk om dit keer wel even een bordje achter te laten. Duncan heeft waarschijnlijk wel een idee dat er iemand op zijn server rondloopt. En dingen zitten slopen. Dus ik ga mezelf nu wel kenbaar maken. Gaan we hier even een bordje plaatsen. Oké. Ik twijfel voor een bordje hier. En waarom? Ik ben bang dat je te veel ziet van beneden. We gaan beneden wel gewoon een bordje plaatsen, oké? Bernard in the sky. Veel plezier daar. Geniet van je nieuwe aquarium. Oké, je ziet het eigenlijk nog best wel goed. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat het echt perfect zou blenden met de lucht. Maar het is aanzienlijk zichtbaar. Oh, nee. Duncan, kijk maar gewoon niet omhoog.
kijk maar gewoon niet omhoog denken en dan komt het goed. En dan we gewoon een bordje daar gaan plaatsen op de plek waar onze beest stond. Want dat is letterlijk wat Duncan weet. Van waar we ingebroken hebben. Ik zet hem gewoon hier neer. Oké, ik ben nog even om zijn beest heen gevlogen. En ik heb maar 5 glow ink checks kunnen vinden. Want ik wilde eventjes mijn sign collectie een beetje pimpen. Dan heb ik 5 signs? Volgens mij wel. Perfect. Oké. Oh no! My base! It's broken! Ja, je hebt Bernard en je spullen gevonden. GG. Maar Bernard vertelde me dat hij graag een frisse neus wilde halen. Dus ik hielp hem een handje. Vinnetje. Ik zou Joost de inbreken. Perfect! Dit is perfect! I love this already! Dan leggen we nu nog eventjes een chestje neer met zijn spulletjes. Want ik vind het wel fair dat hij op zijn minst iets van zijn spulletjes terug kan krijgen. Wat is, heeft nog meer waarde? Dat glas mag je terug. Nee, dat geeft een hint. Ik wil niet dat hij een hint krijgt. Hij mag nog wel zijn helmet en zijn elytra terug. Zo, dit is wat hij terugkrijgt. Oh no! Perfect jongens! Bedankt voor het kijken en wederom een nieuwe aflevering van Inbreken in de server van Duncan. Vond je het een leuke video? Ram op de duimpje. Ik ben benieuwd hoe hij dit keer gaat reageren.